cavia's. Er zijn erbij mannetjes met zulke geweldige onderlijf is gewoon één testikel. Andere nauwelijks. Zijn mensapen nou onze voorouders of zijn we broer en zus? De Universiteit van Nederland presenteert primatoloog professor Dr. Jan van Hoof. Stammen wij af van apen? Nee, we stammen natuurlijk niet af van enige van de apensoorten die op dit moment op de aarde leeft. Maar we hebben wel gemeenschappelijke voorlopers. Zo'n 7 miljoen jaar geleden splitste de voorloper van de chimpansee en de mens splitste zich en ging hun eigen weg. De chimpansee splitste zich 2,5 miljoen jaar geleden nog eens een keer in bonobo en chimpansee, echte chimpansee. Die voormens-chimpansee-achtige, die komt uit een tak waarvan 10 miljoen jaar geleden de gorilla is afgesplitst. En van die gemeenschappelijke tak is 13 à 15 miljoen jaar geleden de orang-oetan afgesplitst. En nog eens meer dan 20 miljoen jaar geleden zijn de kleine mensapen, de gibbons en de siamangs ervan afgesplitst. We hebben dus met sommige soorten een lange historie gemeen, met anderen iets verder weg. Een chimpansee en bonobo zijn onze naaste verwanten. Nou gaan we eens kijken naar die verschillende soorten. En ze hebben hele verschillende eigenschappen. En die vertellen van alles over hun socioseksuele geaardheid. Hier zien we de orang-oetan, het grootste boombewonende zoogdier ter wereld. Links ziet u een mannetje, rechts ziet u een vrouwtje. En wat opvalt is, wat wij dan met een mooi woord, de extreme seksuele dimorfie. Twee morfen, twee verschijningsvormen. Mannetje, meer dan ruim 2,3 keer zo zwaar als het wijfje. Dat is behoorlijk. Secundaire geslachtskenmerk, een baard, grote wangflappen, ziet er heel anders uit. En u herinnert zich nog de zeeolifant, waar die extreme seksuele dimorfie te wijten was aan immense competitie tussen de mannen om de toegang tot wijfjes. Dat mogen we hier dus ook wel verwachten. En inderdaad, we zien dat orang-oetans leven in een groot bosgebied, wat ze voor zichzelf opeisen. Daar doelden ze geen andere mannen in. Dat zijn gevechten op leven en dood, als een andere man zich daarin bekend maakt. En dat zijn hun wijfjes. De volgende, de gorilla. Zelfde laken een pak eigenlijk. Ze leven in zeer compacte groepen. Een zilverrug man die geen andere zilverrug man in zijn groep duldt. Ook hier, de man is meer dan 2 keer zo zwaar als de wijfjes. Extreme seksuele dimorfie. Volgende soort, chimpansees. Daar rechts voor u ziet u twee mannen. En wat u ook ziet, twee mannen die elkaar zitten te vlooien. Onderlinge verbondenheid van mannen. Mannenbroederschappen. Iets wat bij gorilla's absoluut onvoorstelbaar is en bij orang-oetans. In een grote groep met wijfjes, met die seksuele signalen, et cetera. En wat u ziet, maar wat u in het volgende plaatje misschien nog opvallender ziet, dat is hier de bonobo, zijn naaste verwant. En die heeft nogal indrukwekkende bedoeling daar. Zijn ballen. De testikels van bonobo en chimpansee die maken ongeveer 2,0% van het lichaamsgewicht uit. Bij de orang-oetan en de gorilla is dat een vijfde. En nou is het interessant om eens te kijken hoe onze eigen soort daar tegen afsteekt. Nou, laat ik u dit zeggen. Uiterst bescheiden. De menselijke testikels die zijn ook iets in de orde van 0,5% van het lichaamsgewicht. Maar wat zegt dat nou? Nou, het zegt een heleboel. Er zijn vergelijkingen gedaan over alle primatensoorten en blijkt het volgende. Seksuele dimorfie. Mannetjes groot, imposant ten opzichte van de wijfjes. Vinden we bij soorten waar grote mannelijke, onderlinge mannelijke wedijver is. Onderlinge onverdraagzaamheid. Daar vinden we kleine testikeltjes. Ja, want een gorilla man
die heeft een stel wijfjes om zich heen. En die wijfjes die melden zich eens in de zoveel jaar, of eens in de zoveel tijd. Want dan kriebelen de hormonen hier en dan zeggen ze, ach, we gaan eens naar onze eigen vent toe. En de vent ziet ze komen en dan wordt die opgejut en dan wil die wel. Dat is heel iets anders dan bij soorten waar meerdere mannen in groepen zitten en waar dus grote onderlinge concurrentie is om de vrouwtjes, maar waar de mannen om verschillende redenen de toegang tot de vrouwtjes niet kunnen of niet willen monopoliseren. Deze dieren die gooien het op de spermacompetitie. Mannen kunnen paren met de vrouwen, mannen kunnen andere mannen daar niet van afhouden en de winnaars zijn degenen die het nog eens dunnetjes dikjes overdoen. En dat is dus blijkbaar wat hier uitgeselecteerd is. Ja, hoe passen wij daarin? Wij zijn eigenlijk in ieder geval geen chimpansee. Dat is onze naaste verwant en de bonobo. Met onze kleine testikeltjes. Maar we zijn ook geen gorilla's. En ook geen orang-oetans. De mens, de gemiddelde man, is wat groter bij ons dan de gemiddelde vrouw. Maar als u voor straat rond gaat lopen dadelijk, dan moet u maar eens kijken hoe vaak u een vrouw zult tegenkomen die groter is dan de man die ernaast loopt. Nee, wat dat betreft lijken we nog het meest eigenlijk op de gibbons en de siamangs. Seksueel, wie is hier het mannetje, wie is hier het vrouwtje? U kunt het niet zeggen, ik weet het ook niet, want ik kan helaas niet eronder kijken. Seksuele monomorfie. Ze zijn ongeveer even groot. Kleine testikeltjes, monogame soort. En inderdaad, als we nou over breder in het dierenrijk gaan kijken, dan zien we dat dit wetmatigheden zijn. Zuid-Amerikaanse cavia's, daar zijn erbij mannetjes met zulke geweldige... Het onderlijf is gewoon één testikel, andere nauwelijks. En dan gaan we kijken, en dat is zoals de wetenschap werkt, dan is het interessant om te zien hoe die samenleven. En wis en waarachtig. De jongen met grote testikels leven in multi-male, multi-female societies, zoals wij dat noemen. Met extreme spermacompetitie. Degene met de kleine testikeltjes, die hebben één of een paar vrouwtjes die ze monopoliseren de toegang daartoe. Hetzelfde is bij vleermuizen, vind je het ook heel uitgesproken. Dus er lijken bepaalde wetmatigheden te zijn. Wat zegt dat nou over ons als wezen, als historie? Onze evolutionaire historie. Wij mogen dan de naaste verwant zijn van de chimpansee. Maar in dit opzicht lijken we er helemaal niet op. We hebben ook mannelijke samenwerking. Maar we hebben nog iets anders. We hebben intensieve jongenverzorging. En vaderlijke investering. En in menselijke gemeenschappen is dat dus gescheiden geraakt. Een man is gekomen. Koppeld aan degene voor wie die zorgt. En daar wordt door de ander ook wel op gelet ook. Maar toch moeten we samenwerken. In weerwil van die potentiële ijverzucht die er is. Wij hebben daar iets op gevonden. En eigenlijk in alle culturen wel een beetje. En dat is... We hebben niet de oplossing gekozen van de chimpansee. Dat is volledige promiscuïteit. Want dat bederft helemaal de vaderlijke investering. Wie wil dan nog investeren? Wij hebben het gezocht in het verbergen van de seks, het terugbrengen van alles wat met de seks te maken heeft in de privésfeer, het niet provoceren seksueel. En zo kunnen mannen redelijk staan. Als ik hier naar deze club zie, hè, dan moet je kijken wat hier allemaal voor mij zit. Er zitten fantastisch, oh, geweldig, allemaal. Ik als man kan dat waarderen, wat ik allemaal zie. En dan zie ik allemaal kerels daar en ze zitten allemaal vreedzaam naast elkaar. Dat moet je bij gorilla's niet voorstellen. Bij chimpansees moet je het je ook niet voorstellen, want dan gebeuren er hier gekke dingen. In een volledig promiscue aangelegenheid. Dus wij zijn raar, als je er even over nadenkt. Ja... In de 60e jaren was een zekere Margaret Mead was heel populair. Als ik die naam noem, steekt u eens uw vingers op, ik kan u moeilijk zien. Maar steek eens even, wie heeft er ooit van Margaret Mead gehoord? Nou, Margaret Mead was een Amerikaanse antropologe en die bestudeerde stammen en volken in de Stille Zuidzee. En kwam met een fantastisch verhaal. Ze had daar het paradijs ontdekt.
Want er was volkomen seksuele vrijheid. En dat was al door zeelieden ook gemeld en zo in vroegere tijden. Daar moest je stranden, dat was prachtig. Flower power, hippie, 60er jaren, dat was het. Zo moeten we het dus gaan inrichten, onze samenleving. Daarna is er zeker meneer Dirk Freeman geweest en die heeft gepubliceerd een aantal artikelen, The Fateful Hoaxing of Margaret Mead. Want het blijkt eigenlijk dat Margaret Mead met tolken daar de mensen ondervraagd heeft over hoe ze met elkaar omgingen. Ze heeft precies te horen gekregen wat ze wilde. En dat was haar ideaalbeeld van de samenleving. Polygynandrisch, als het al voorkomt, is het nog minder dan 100%. Met andere woorden, uit het totaal van mogelijkheden dat we zien bij onze naaste verwanten, is het chimpanseemodel, kennen wij niet. Want dat zou betekenen dat ik straks, gaan we daar een pilsje drinken, en dan kom ik iemand van u tegen, een van de dames, en zegt, zullen we even daar, daar is een stoel vrij. Ja? Oké, okay, of daar is een bankje. En de anderen gaan door met hun kroketten en weet ik maar wat. Natuurlijk zult u zeggen, Jap Jum en Berlusconi feestjes, maar niet in de samenleving als geheel. Zitten we wat lastig. Oké. Nou hebt u gezien dat er ongelooflijk veel variatie is. En feitelijk ook dat wij op een heel bijzondere wijze als mens in dit patroon passen. Met een set van eigenschappen die we kunnen begrijpen vanuit een evolutionaire context. Dat roept de vraag uit op, we hebben het nou gehad over mannetjes, vrouwtjes. Hoe zit het met mannetjes, mannetjes? En vrouwtjes, vrouwtjes? Komt er homofilie voor in het dierenrijk? En hoe gaan de dieren daarmee om? En travestieten en zo, zien we die ook? Nou, dan gaan we het volgende college eens even kijken of we die tegenkomen.